Ja, het was een bijzonder meneer. Ik was pas begonnen met mijn huisartsenpraktijk in de Bijlmer. Dus ik had genoeg tijd. Ik had niet zoveel patiënten. Dus spraken we over. Ik dacht dat hij voor zijn medische situatie zich aanmeldde. Maar dat was op de tweede plaats, want we spraken meer over de maatschappelijke en politieke situatie in Suriname. Want hij bleek ook bij de militie te zitten. Bij de En, volksmilitie bedoelt maar, u? Bij de volksmilitie. wat zeg je? Bij de Ja, volksmilitie. Ja, oké. Okay. klopt. En het was alsof hij zo het een en ander over me wist. Maar oké, dat kan ik niet aantonen. Maar ik heb ook een activistisch verleden in Leiden, in de Studentenunie, Surinaamse Studentenunie van Liposam. Ja. En daar zijn we socialistisch geschoold. En we kwamen op voor de arbeiders, de onderdrukte klasse, et cetera. Dus die gesprekken waren toch, ja, we raakten elkaar. En En in wezen begon ik pas een verandering bij hem te zien, zo'n week na de aanslag. Maar ik bracht hem nog niet in verband daarmee. Maar hij was een ander mens, want dat zijn dingen die ik later ben gaan analyseren. Van, oh, daarom gedroeg hij zo en zich zo, en daarom moest ik hem acuut laten opnemen in het ziekenhuis. even hoor, meneer Dus Mattenbaks. waarschijnlijk. Even hoor, Ja. op de omslag van uw boek Onthulling Dader Rijswijkse Moorden staat een portret Ja. van die man. Is het een gelijkend portret of is dit zo, Ja, zoals de. zonder de haardos. Dus Oké. aan de voorkant was hij kaal. Oké. Dus hij had een voorhoofd net als van Lenin. Ja. Dus alleen lichamelijk dan. Maar toen hij zo nerveus werd en eigenlijk acuut opgenomen wilde worden, moest ik de specialist moest ik een beetje overdrijven om hem op de afdeling cardiologie van het AMC, Academisch Medisch Centrum in Amsterdam, te laten opnemen. En toen ik in zo'n midden van dat jaar, juni denk ik, een compositietekening zag, ja, toen schrok ik me rot, dacht ik, ja. Dat is die man.